Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar Weekendlui en Stadsblik. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Protestbrief namens buurtplatforms, onrust over AED's en hoe Maastricht is de 11e van de 11e. Dag dames en heren, dit is het nieuws van dinsdag 11 november. Drie buurtorganisaties in de stad hebben een protestbrief naar de Telegraaf gestuurd. Ze nemen het daarin op voor burgemeester Hoes. Aanleiding was een artikel in de krant van vorige week waarin de Telegraaf beweert dat Hoes in Maastricht onder vuur ligt vanwege de criminaliteit en zijn coffeeshopbeleid. Volgens de platforms is het geschetste beeld pertinent onjuist. Ze erkennen het drugsprobleem, maar vinden dat de schuld niet alleen in de schoenen van het gemeentebestuur geschoven kan worden. Volgens de brievenschrijvers is er nog veel te doen aan de overlast in de stad. Maar al het werk dat de laatste jaren is gedaan om de drugsproblematiek beheersbaar te maken, is in het krantenartikel in één keer van tafel geveegd. Om 11 minuten over 11 is vanmorgen op het Vrijthof het carnavalseizoen officieel van start gegaan. Voor de 15e keer presenteerde de Genkraft Compagnie een programma boordevol Limburgse carnavalsmuziek. En vele duizenden vastelovensvierders waren naar de Limburgse hoofdstad gekomen om dat feest mee te maken. Ja, dit is toch geweldig, hè? Eén kleur. Dat krijg je vrouwen ervan. Als je dat ziet gebeuren, het is feest en dan komen de lui weer en dan doen we weer het offer. Volgens de organisatie heeft dit evenement inmiddels ook een vaste plek gekregen op de Limburgse kalender. Het is niet om eens op de schouder te kloppen, maar ik denk dat de Genkraft Compagnie al 15 jaar het voor elkaar heeft gekregen tot de 11e van de 11e echt in Limburg op de kaart staat. Om de 11e van de 11e komt ze neem je heen. Als ze het vastelovensbloed in de gips, dan werd ze, dan moet ik vrij hebben en dan moet ik op de Vriethof in Maastricht zien. Ook als Maastricht, meneer? Ook als Maastricht, meneer. Tuurlijk, want dan moet je natuurlijk altijd wat te vertellen hebben. Boer u vergeet, als zesde bij de struis, maakt niet goed. Dan moet je weten boer u vergeet en zorgen dat ze in de stad is om dit geweldige evenement, de 11 uur op het start gaat, om dat mee te maken. Straks in onze reportage gaan we nog wat dieper in op het Maastrichtse gevoel bij dit evenement. De partij Veilig Maastricht maakt zich zorgen over de financiering van de defibrillatoren in de wijken Belfort, Dalof en Hazendans. De 6 AED's die nu in deze buurt hangen, vallen budgetair onder de gemeente. Maar door de veranderde wetgeving is dat volgend jaar niet meer het geval. De PVM vraagt het gemeentebestuur nu met klem om duidelijkheid over de financiële consequenties. Het waterschap Roer en Overmaas gaat de leefomgeving van planten en dieren in en rond de Oude Kanjel tussen Itteren en de Maas verbeteren. De oevers van het riviertje worden afgevlakt, slip wordt van de bodem gebaggerd en er wordt een stuw weggehaald. De beek kan daardoor weer op natuurlijke wijze gaan kronkelen. Voor de geplande werkzaamheden moeten 12 bomen gekapt worden. Het werk wordt nog deze maand gestart en duurt tot maart volgend jaar. André Rieu staat opnieuw in de Britse hitparade. De Maastrichtse violist kwam afgelopen weekend met stip op de vierde plek de official UK album charts binnen met de cd Love in Venice. Rieu moet in die lijst alleen nog de bekende popartiesten Ed Sheeran, Calvin Harris en Taylor Swift boven zich dulden. In 2010, 2011 en 2012 stond Rieu ook al eens in de hitlijsten van het Verenigd Koninkrijk. Het Vrijthof stond vandaag helemaal in het teken van de opening van de Vastelovend. De Limburgse Vastelovend wel te verstaan. Want het moet volgens de organisatie vooral een provinciaal feest zijn. Met artiesten en publiek uit heel Limburg. Goedemorgen, Limburg! Ja, die man komt op een gevieren. Marley, is dit nu een Maastrichts feestje of een Limburgs feestje? Nee, dit is een Limburgs feestje. Duurlijk een Limburgs feestje. Ik weet voor van Maastrichtse heren, die denken nog altijd dat het een Maastrichts feestje is, maar het is Limburgs, jongens. Ja, het is begonnen jaren geleden als een Maastrichts feestje. Maar ik denk dat het in de loop van de jaren is goed gegroeid tot een provinciaal feestje.
als de lui op de bühne stonden, de artiesten die op de bühne stonden, die komen uit Gaans Limburg. En de lui die de veur stonden, ja, kijk maar naar de beurtjes wat ze allemaal bij zich hebben, dan zien ze vanzelf dat het een provinciaal feestje is. Ik ben eigenlijk geboren getogen, dat is terzijde, maar ook natuurlijk als winnaar uit van het Schenkske 10 jaar geleden en dadelijk gewoon voor het spelen van Jean Kraft in een medley bij de Jean Kraft Compagnie. Ja, dat is geweldig. Dat is goed, super. Als je daar bovenop die bühne staat, wat is dan veilig? Een grote zie van feestende lui. Die alleen maar plezier hebben, die zich amuseren, dat zie ik voor mij. Dat is geweldig. Zus toch Maastricht, heren? Die stond meestal hij aan de zijkant bij de cafés. En ja, ik snap dat wel. Het is Limburgers die houden van zich verkleien, feestvieren op de plein. En Maastricht, heren, ja, die doen dat alleen maar met de vastelavond. En wie is het dan om daar bovenop te staan? Ja, geweldig. Ik denk dat dadelijk tussen vrouwen over het lief lopen. Als ze voor een heel hoop publiek staan, dat is geweldig. Ik denk dat het is dat. Ja, dat moest er metgemaakt hebben, denk ik. Denk ze dat de lui die uit de hele provincie komen, de leertjes van Jean kennen? Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja, dat is gewoon unicum. Die leertjes die ze zien gemakkelijk te onthouden. Ze zien natuurlijk overal gedraaid. Iedereen kent dat zo metzingen. Dus dat wordt geweldig. Met mijn goede vriend Roger Villep, wat is dus voorbij leep. Ja, super. Ja. De Maastrichtse heren, die zijn nee. Ik ben ene, hij stond er nog een paar neven mee. Dus de Maastrichtse heren zien er ook. Maar niet verkleed. Het leek me niet zo verstandig als ze bijna 70 was, dat ze verkleed kees. Het is veranderd in de tijd. Ik geniet ervan als ik zie wie de jeugd en alles onderheen zich amuseert. Dat is geweldig. Dat is een nieuwe vastenavond. Neem niet even 55 of 65 met even 2014. Maar niet alleen Maastrichtenaren en Limburgers vierden feest op en rond het Vrijthof. Er was zelfs een groep buitenlandse jongeren van de internationale zang- en dansgroep Up With People. You're Mexican, do you know carnival? We know carnival. We find excuse every time to have carnival, to have music and food, so it's pretty cool to see that also here. Sie kommen aus Österreich. Was halten Sie von diesem Fest hier? Ja, es ist sehr schön. Ich bin mittlerweile das zweite Mal da und es ist sehr schön, all die Leute zu sehen, die in Feierlaune sind. Herrlich. Mehr Fasching als in Österreich. Sie haben kein Kostüm? Nein, das stimmt. Nächstes Jahr, wenn wir wiederkommen. I've never seen anything like it before. Where did you get the clothes? My host family. My host family was very generous and they dressed me up today. Dit is voor mij echt het begin van de vastenavond. Want dit, dat, ja, van kleinste vrouwen hebben ze me dat geleerd, toen ze goed. Dus ik moet dat ook blijven doen. Maar een paar keer zag ik dat blijven doen wat er een doet. Maar waarom schot je dan hij niet daar binnen? Nee, daar binnen is het me te druk. Hij kan op me gaan maken een glaas bier drinken. Ik huur de muziek toch en ik kan doen wat ik zelf wil. En je zit niet verkleed? En ik ben niet verkleed. Dat gaan we pas doen carnaval zaterdag. Dan gaan we me verkleden. I'm Clive from Galapagos Island. This is your first time here? Yes, it is. What do you think about the festival? Oh, it's actually carnival. Yeah, it's not a festival, it's a carnival. But I really like it here. Oh, it looks really, really nice. There's a lot of people and I like the atmosphere and the energy coming through here. Did you know carnival? No, I don't actually. I've heard something similar to it we have in the United States. But this is really cool, unique. Katja, niet op het plein, niet op het podium. Nee, helaas, zit Jan niet. Vorig jaar is er wel mee gestaan. Maar helaas, zit Jan niet gevraagd. Zwaar ja, kribbelt wel nu. Oeh, jammer. Maar ja, misschien van jou weer. En boem, gisteren het plein niet op? Ja, ik ben Jeng, ja. Dan zit ze bij de struis. Ze huurt dat eigenlijk een beetje. En dat is ook gezellig.
Want de kind zit iedereen even met iedereen bij kletsen. Ja, dat is leuk. Dus huur is niet veel, hè? Nee, niks, maar de huur is alles. Dus ja, dat is toch genoeg. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Weekendlui en Stadsblik. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot morgen.